Hallo mensen van mijn kanaal, we maken weer even een klein redstone filmpje en vandaag ben ik met, daar is hij, Cupcake Edgeworth, oftewel Bert. Ja, we zitten in game mode omdat het een redstone filmpje is en dat is makkelijk. Eventjes jullie laten zien wat de bedoeling is. We hebben hier, kijk, en doe je er gewoon een object in. Hup, dan krijg je het terug. En nou is er een gang open. En ja, fuck jou. En dan doen we weer terug erin. Krijgen we meteen ook weer terug. En dan is hij weer dicht. En hij gaat jullie vandaag laten zien hoe je die gaat maken. Dus we gaan even hier naar een build area. En dan is het woord aan jou. Nou, eigenlijk het eerste wat je moet doen is de geheime knop. Die maak je door een 3x4 plek te maken van cobblestone, muurtje. En dan zet je hier een stairs neer en hier een stairs. Zoals je ziet is dit nu gebogen. En er is een soort van glitch in Minecraft, waardoor je dus als je aan de andere kant staat, kan je door dat gat heen kijken. Dus wat doen wij? Wij zetten aan de andere kant van dat gat, zetten wij een dispenser. Even dit terugzetten. Zo, een dispenser. Zodra, en dan zetten we hier een comparator er tegenaan. Dus als hier een item inkomt, dan detecteert hij het. Zetten we aan de andere kant ook een comparator. Een redstone. Een redstone torch, die ik ben vergeten te pakken. Zo. Die gaat hier naar onder. Naar redstone hieronder. Plaats ik hier gewoon wat redstone. En een repeater hier naartoe. En een torch hier tegenaan. Als er nu een item in komt, verzorgt deze kant dat die item meteen weer uit wordt gespuugd. Dan gaan we verder. Hier een comparator. Plaats je een blok neer. Plaats je een repeater neer. Pissen omhoog. Met een random blok erover. Boven. Moet er een blok hierboven open houden, anders werkt die niet. Dan zet je hier weer een blok neer. Met een repeater. Deze piston hier verzorgt dat er één kleine tik redstone pulse komt. En dat heb je ook nodig, want daardoor gaat deze piston deze blok telkens verwisselen. Dit is eigenlijk het enige wat je nodig hebt. Dit hier, de dispenser is de input. En deze redstone blok is de output. Dus als ik er nu een item in doe, verplaatst hij zich. En als ik het nog een keer doe, gaat hij weer terug. En dan is het gewoon heel simpel een deur ervan maken. En zo'n deur is net hoe je het wilt, maar ik gebruik eventjes een deur die naar de zijkanten open en dicht gaat. Zo. En dan hier een repeater, twee ticks, redstone. En het is klaar. Dit is gewoon echt het enige wat je nodig hebt voor deze gang. Er is verder niks anders. Het is gewoon doodsimpel eigenlijk. En zoals ik nu nog een item in doe, gaat die dicht. Oké, dit valt een beetje. Ik weet niet wat er mis is, maar ja. En als ik er weer een item in doe. Zo. Dan gaat hij weer open. Dat was hem. Oké, dan. Dit is het hele concept. Nou mensen, bedankt weer voor het kijken naar een nieuwe redstone filmpje. En binnenkort komt er nog veel meer online. Dus eventjes subscriben, groen duimpje omhoog. En laat weten als jij ook iets leuks kan maken. Daar ben ik natuurlijk altijd heel erg benieuwd naar. Dus misschien tot snel, laters.